Omdat ik jullie toch een beetje de lekkere gekkies vind van deze hele serie, omdat jullie zoveel lol trappen, wil ik wel even een goede anekdote van jullie allebei horen. Nou, één ga ik vertellen. Ik moet hem nu al lachen. Ik weet nog helemaal niks. Nee, niet die ene. Nee, die doe ik niet, maar die andere doe ik. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Wasstraat. Ik ben ontzettend blij dat mijn lieve vriendin Leontien van Moorsel hier is. Met haar vriendin Simone. Ik weet dat ze in contact zijn al. En ik ga ze even opzoeken. Kom maar mee. Dit ligt lekker. Kijk, te liggen, de prinses. Oh, zo lekker dit. Is dit... Hallo, wijfje, hoe is het? Goed. Hey, ik weet natuurlijk wel wat ik je voor uitnodig heb. Ja, dit ik is wist echt... dat jij dit lekker ging vinden. Nou, ik vind dit heerlijk. Ja, weet ik. Weet ja. Hé, hey, wat leuk dat je erbij bent. Ja. Simone, superleuk om je te zien. Ja. Ik heb veel over je gehoord al. Oh, jee. Met allemaal hele gave verhalen, vakantiedingen en vriendschapsdingen. Alleen heel maar leuk. Goede dingen. En ja. Ze zei gelijk toen te belden van wie wil je meenemen? Ja, Simone? Er is er maar één. Ja, die er moet er mee. Er is maar één zoals Simone. Dat zeg jij echt helemaal perfect. Hey, en dan kan jij je er helemaal aan overgeven aan even zo'n lekkere wasstraat. Ja, ik moest wel even wennen, want het is natuurlijk allemaal nieuw en je weet niet wat je te wachten staat. Maar ja. Ik denk wel dat het heel erg leuk gaat worden. Ik zie jullie zo beneden. Kun je nog even doorkletsen? Helemaal goed. Tot zo, ladies. Tot zo. Je vindt het echt spannend, hè? Ja. Rood haar. Met paarse stippen wordt het. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Was leuk bij je blouse. Dat is helemaal goed gekomen. Lieve meiden, ik vind het superleuk dat jullie er zijn. We zitten nu al te keten met z'n tweeën. Jullie zijn net een uur binnen en die hele hut staat hier gelijk al op zijn kop. Is dat bepalend voor jullie vriendschap? Ja. Ja, ik denk het wel, hè? Ik ja. denk als wij samen weg zijn, maakt niet uit waar naartoe of waar we zijn, er wordt altijd gelachen. Ja, we hebben wel heel veel lol. We hebben echt wel een klink. Ja, hè? Dezelfde humor. Het is dat je geen man bent. Anders was je ermee getrouwd. Meen je dat? Ja. Nee, wij zouden niet een goed setje zijn. Ja, ik heb wel een lol. Hoezo zou je niet een goed setje zijn? Nou, ik ben een beetje... Ik heb een beetje smetvrees. En Simone... Ja, bij Simone is het altijd gezellig. Bij mij is alles in hoekjes en alles moet recht. Alles strak. En bij Simone wordt lekker geleefd. En bij Simone, ik ben daar jaloers op. Dat is maar als zo je binnenkomt heerlijk... lopen, vind je dat dus ook heel fijn? Ja, maar ik kan het zelf niet. Maar als ik bij haar binnen ben, dan denk ik, hoe lekker is het? Op het moment, ook al is er een bom ontploft, zij kan daar tussen gaan zitten. Nou, en het ja. is altijd gewoon gezellig. Maar ik heb wel, want vorige keer belde jij van, ik kom even bij je langs. En toen dacht ik, oh shit, en dan ga ik wel even snel met de baby naar huis. Want ik weet, als ik ben 10, dan vindt ze het echt, als er dan één dingetje op de grond ligt, dan, dat vind je al niet fijn. Dan denk je, ja, nee, ik vind het ook wel fijn dat ze gewoon wel zichzelf is bij mij. Of tenminste, dat ze het gewoon leuk vindt bij mij. Ja. Maar ik vind het altijd, ook al ligt daar een dingetje op de grond, ook al... Ja, dat vind je dan niet erg. Want bij jou vind ik het, nee, maar omdat ik jou, ik vind je, ja, de auto. Mijn de auto is echt... Mijn auto is echt te erg. Vind ik zelf ook. En ik heb smetvrees. Als ik Simone niet zo... Ik begrijp dat jullie nu met jouw auto zijn. Met mijn auto. Ja, en die is echt maar helemaal... Maar van de week ging ze wel gewoon naast me zitten. En toen dacht ik al van, oké. En dan had ik echt bij niemand anders zou ik dat doen. Dus dat voelt gewoon als eigen. Ja, en waar is dat begonnen? Oeh, dat gaat wel heel lang terug. Hoe lang terug gaat dat al? Ik denk 20 jaar ik denk, terug. Ik werk 23 jaar bij hetzelfde bedrijf. En Leontien is daar ambassadeur geweest bij Rotterdam Topsport. En we hadden een aantal topsporters die zeg maar ons bedrijf ondersteunen. En als Leontien, ik weet niet, als we Leontien vroegen, dan zei ze nou, ik kom alleen als Simone er ook is. Dus ja. En wat was jouw reden dat je dat altijd zei? Nou, op het moment dat Simone een evenement draait voor Rotterdam Topsport, is het ook altijd gezellig. Daarom pas jij ook perfect op die functie. Ja. Weet je, het is gewoon een op- en top gastvrouw. Altijd waar Simone is, maakt niet uit.
Ook al staan er 10 tafeltjes met allemaal sponsoren van Rotterdam Topsport. En de tafel waar Simone staat, daar wordt het meeste gelachen. Dus waar Simone is, is het gezellig. Daar moet je gewoon zijn. Ja, ik ken jou al wat langer vandaag. Dus vandaar dat jij dan zegt, wat er ook gebeurt, Simone moet erbij zijn. Ja, en als Simone er niet is, kom ik niet. Dus dat. Hoe is dat dan uitgegroeid? Want het begon dus als een zakelijk contact. En hoe is dat dan zich gaan verdiepen? Uiteindelijk woonde ik in dezelfde wijk als Simone. Ja. En toen op een gegeven moment ben jij... Ja, ik weet niet. Ik kwam wel eens gewoon langs. En toen zijn we eigenlijk tegelijk zwanger geraakt. Zij van Indy en ik van mijn jongste dochter Suze. Dus dat is alweer 13 jaar geleden. Maar ook echt tegelijk, hè? Ja, echt tegelijk. Want die meiden die schelen een dag. Die schelen 13 wow, uur. Ja. Ja, maar dus, dat was ook heel bijzonder. Ja. Dat jij was net bevallen en zij stuurde mij een appie. En toen lag ik in het ziekenhuis en Indy zou 's ochtends gehaald worden. Dus ja, dat moet dan ook toevallig moet dat zo zijn. Ja. Maar met al dat gegeitenbrei en gezelligheid en zo, zijn er dan ook momenten geweest in jullie vriendschap dat je elkaar in die zin ook echt nodig had? Ja, uiteraard. Ja. Ja. Nou ja, ik ben 10 jaar geleden uit elkaar gegaan. En, twee kleine kinderen van 2 en 4. En dan merk je dat, dat mensen voor je klaarstaan. En vooral Michael en Leontien. Daar kon ik gewoon tussen liggen, zeg maar. Dat heb ik niet gedaan, maar... Maar kan hè? Wel. Mag altijd. Simone mag Naast altijd. Naast de familie heb je toch altijd vriendinnen die voor je klaarstaan. En Leontien is er daar wel een. Ja, maar het is ook wel mooi vriendin. Dat ik dat, maar... Ik denk, Mike is net zo gek met jou als dat ik met jou ben. Ja, zeker. Weet je, als het met Simoontje maar goed gaat en ook met de kinderen. Ja. Ook met Lieke en met Suus. Ja. We hebben Suus ook al heel vaak meegenomen op vakantie en dat is ook altijd goed. En, met elkaar op vakantie ook, met wintersport geweest. Hè, met hebben we ook heel veel gelachen. Erbij en naar Spanje. Dus echt wel een mooie herinnering al gemaakt. Ja, hoor. Maar ook, weet je, als familie... Dan, als ik familie uitnodig, is Simone bij mij. En andersom, als jij familie uitnodigt, zijn wij er ook altijd. Dus het is ook een soort, het voelt ook een soort als familie. Omdat ik jullie toch een beetje lekker de gekkies vind van deze hele serie. Omdat jullie zo van lol trappen. Wil ik wel even een goede anekdote van jullie allebei horen. Nou, 1 ga ik vertellen. Nee, de ene. Ik moet ook nu al lachen. Ik weet nog helemaal niks. Nee, niet die ene. Nee, niet die ene. Nee, die doe ik niet, maar die andere doe ik. Die andere doe ik wel. Nou, Simone die is dus ook al heel vaak met ons mee op vakantie geweest. En wij gaan heel vaak naar Spanje. Simone ook mee naar Spanje. Nou, en we leggen de handdoekjes neer. Maar het was niet druk op het strand. Maar naast ons zaten wel ook wat mensen, volgens mij ook Nederlanders. En... Simoontje die gaat verzitten en ze gaat verzitten, maar ze laat ook een keiharde scheet. Dat was ik! Ik had helemaal niet in de gaten. Er liepen ook mensen op de boulevard, die keken echt zo. Nou, dat is Simone, ik hou daarvan. Dat denk ik heerlijk. Ik vind het heel leuk om, en fijn om te zien dat je Simone hebt uitgenodigd. We gaan er morgen een ontzettende lekkere dag van maken. Ja, dus jij mag je gewoon helemaal overgeven aan verwennerij. Nou, wat dan? En kun je helemaal in de watten leggen. Leuk. En ik hoop voor jullie dat de vriendschap forever is. En dat jullie nog heel veel leuke dingen... Ja, we gaan samen bejaardenhuis in. Ik ga mee. Ja, jij mag gezellig. Ja. Nee, leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. Mooi meiden. Echt heel mooi lief, vriendschap. Dat je me mee hebt genomen. Ah, nou, het is je gegund, hoor. Ja. Echt waar, hoor, liever. Ja, leuk. Top. Mooi meiden. Nou, we sluiten af. Zullen we maar een klein proostje op uit. Ja, jij hebt thee. Ja, ik heb theetje. Nou ja, dan doen we het met een watertje. Lekker. En een proost. Theetje. Proost. Proost, jongens. Gezellig proost. Dat jullie er zijn. Proost. Proost. Goedemorgen, Simone. Hey. Ik ga vandaag je haar kleuren. Ja. En een leuk model erin brengen. We gaan wat highlights en lowlights inbrengen voor wat meer kleurschakering en meer diepte in je haar te brengen. Oké. Okay. Beetje dat zomerse blond eraf halen en een leuk model weer erin. Ik had 4 weken geleden eigenlijk al genoemd, maar dat is er niet van gekomen. Dus. Oké. Okay. Nou, we gaan er wat moois van maken. Wat ik hoop is dat Simone gaat zien wat wij iedere dag zien. Dat het gewoon zo'n mooi mens is van binnen en de buitenkant.
dat hoop ik, als zij vanmiddag of vanavond in de spiegel kijkt, dat ze denkt van, ja, weet je, ik ben gewoon blij met mezelf en ik ben gewoon een lekker wijf. Het zal me niks verbazen als het rood wordt met witte stippen of zo. Verrassing van Leontien. Als ze zich niet prettig voelt of ze vindt het niet mooi, dan zegt ze het ook. Dus ze is zo eerlijk, dan gooit ze het er gewoon uit. Ik heb er wel eens meer over nagedacht, hè? Ook omdat je haar dan wat steviger wordt. En ik heb natuurlijk best wel een vrij piek haar, zoals jullie kunnen zien. Ja, de kapster heeft wel eens vaker gezegd van je zou eens een keertje iets met een kleurtje moeten doen. Maar eigenlijk nooit gedaan. Hey Anoukie. Hallo. Wauw, je haar gaaf. Ja, is het leuk geworden? Heel zacht. En je bent geknipt ook, hè? Ja, ik ben geknipt en ik heb highlights en lowlights of zo. Ja. Dus het is geloof ik allemaal wel iets natuurlijker geworden. Oh, en je vertelde nog net dat je helemaal niet gewend bent aan de kut en het staat je zo mooi. Ja, dit is niet wat ik dagelijks doe, zeg maar. Oh. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het geworden is. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ja, ik ook. Heel erg. Nou Simone, hoi. Ik zie dat je al een heel mooi haar make-up hebt gekregen. Zeker. En we gaan vandaag nu de winkel induiken om jou wat nieuwe outfits te laten zien. Leuk. Hoe vind jij winkelen? Best wel lastig. Ja? Ja, ik grijp snel naar hetzelfde. Spijkerbroek en een blouseje. Spijkerbroek en een blouse, dat is eigenlijk jouw outfitformule die je heel vaak draagt. Wat hoop jij vandaag van ons te leren of te zien? Nou ja, ik ben gewoon benieuwd wat jullie mij adviseren en kijkend een beetje naar mijn figuur natuurlijk. Ja. Dat is soms ook niet helemaal makkelijk. Nou, we hebben een mooi rekje al voor je gemaakt. Ja, dus ik zeg laten we naar de paskamers gaan en de eerste outfit aantrekken. Helemaal goed. Nou Simone, je draagt nu een jeans die we hebben afgesteld wel met een blouse, dus een beetje jouw favoriete outfit recept, maar dan wel eentje met een speciale mouw. Mm-hmm. Net denk ik even een ander materiaal dan dat je gewend bent. Ja. En met een leuk suède enkellaarsje erbij met een hak. Dus je kunt best binnen je vertrouwde outfitcombinatie blijven, maar probeer af en toe gewoon eens te spelen met verschillende pasvormen en materialen. En we hebben dus gekozen voor een pasvorm die hier zeg maar, aan de zijkant mooi aansluit. En het losse gedeelte vindt eigenlijk plaats bij je mouwen, waardoor je evengoed wel je taille blijft accentueren. Maar is het de outfit? Maar ik wil wel wat anders doen. Ja toch? Ik denk dat het staat je ook goed, maar we gaan je nog even iets anders laten zien. Leontien. Superleuk dat ik jouw goede vriendin Simone wat beter heb leren kennen. Ik snap jullie combi helemaal. Ja? Twee geitenbreiers bij elkaar. En ik vind het superleuk dat je haar nu gaat zien. Simone, komt u maar! Kijk nou, wat een lekker wijf! Heel mooi! Leuk, hè? Heel wat anders. En nu heb je nu in de spiegel gekeken en heb je nu tegen jezelf gezegd... Ik ben gewoon een lekker wijf. Gewoon een lekker wijf. Gewoon een lekker wijf. Ga ik elke dag doen. Kijk nu zelf, het is gewoon echt een lekker wijf. Kijk nou, je gaat er ook helemaal aan staan. En een lekkere reet, heb je hier een lekkere reet gezien? Kijk nou, dit is toch echt... Heel gaaf. Dit is toch gewoon helemaal top. Maar ook gewoon je make-up en je haar erbij, echt zo gaaf. Helemaal een soort van nieuw. Nou, we gaan op stap. Oh nee, dat kan niet. Ja. Je moet veel vaker jezelf helemaal in de watten leggen. Gaan we doen. Ja. Lijkt me een goed idee. Laat de armoede pest maar krijgen, toch? Ja. Dankjewel voor het kijken naar deze superleuke aflevering met Leontien en Simone. Ik heb echt zo gelachen met deze twee. De volgende aflevering is met iemand die heel speciaal is voor mij. Ik ben dol op haar. Ze is een van de belangrijkste vrouwen in mijn leven. En ze is al in het hotel. Ze ligt helemaal klaar met een maskertje. En we gaan haar ongelooflijk verwennen. Mijn lieve moeder, ik hoop dat je kijkt. Tot de volgende keer. Ik weet dat ik op een landwegje heb zitten janken. En papa naast me zo van, dit komt nooit meer goed.